Steeds vaker kom je zogeheten infographics tegen. Een grafische weergave met een combinatie van tekst en beeld, bijvoorbeeld in de vorm van een kaart, grafiek of bord. Een infographic wordt gebruikt om informatie op een duidelijke en versimpelde manier in beeld te brengen. Een goed voorbeeld van een infographic is de kaart van een metronetwerk. In deze auto laat ik zien hoe je met pictocharts vrij eenvoudig een infographic kunt maken. Ik ben gesurfd naar de website pictochart.com. Je kunt gebruik maken van een gratis versie. Als je meer wilt, kun je natuurlijk een betaald abonnement nemen. Als je al een account hebt, kun je hier inloggen, anders moet je je aanmelden. Hier zie je dat je ook kunt inloggen met je Google Plus-account of je Facebook-account. Ik log deze keer in met Google. Ik selecteer. Een Google-account en ben direct ingelogd. Aangezien ik nogal veel over het web en over alles mijne van wil weten, bezit ik talloze accounts onder verschillende namen. Maar goed, PictoChart dus. Eerst selecteer je een format. Daaronder zie je per format thema's die je kunt gebruiken in je gratis account en. Eventueel in je Pro-account. Ik selecteer het format infographic en kies een thema. How to make money, dat lijkt me wel wat. Als je de muisaanwijzer erboven zet, kun je een preview bekijken. Eventueel kun je hier nog een ander thema kiezen of naar een ander thema bladeren. Maar ik houd het bij dit thema, ik klik op Create. Ik kan nu een rondleiding opstarten om te bekijken hoe de editor werkt, of direct naar de editor gaan. Ik laat een kort stukje van de rondleiding zien. Via Skip kom ik in de editor. Ik geef nu een kort overzicht van de editor. De infographic is verdeeld in blokken. Als je op een blok klikt, wordt er een blok geselecteerd. Links zie je een aantal knoppen waarmee je een blok kunt toevoegen en verwijderen, een exacte kopie kan maken van een blok of de volgorde kunt wijzigen. Via de settings kun je de breedte van alle blokken aanpassen of de hoogte van het geselecteerde blok aanpassen. Maar dat kan ook via dit balkje. Text pas je eenvoudig aan door de tekst te selecteren en de nieuwe tekst in te voegen. Daarboven vind je de gereedschappen om de tekst op te maken. Afbeeldingen kun je simpel selecteren en eventueel verwijderen met de delete-toets. Je kunt deze vervolgens vervangen door een van de graphics die je kunt invoegen. Je ziet hier ook een aantal standaardfoto's die je kunt gebruiken. Door te slepen voeg je deze aan de infographic toe. Andere objecten die je kunt toevoegen zijn eigen afbeeldingen. In de gratis versie kun je er maximaal 20 uploaden. Daaronder zie je de achtergronden. Selecteer een blok en klik op een achtergrond die je wilt gebruiken. Hiermee voeg je tekst toe, waarbij je direct een opmaak kiest. Om deze balk af te maken, wijs ik nog even op de interessante tools: grafieken, kaarten en video's. Deze how-to sluit ik af met de opmerking dat je hier een naam geeft aan je infographic en dat deze automatisch wordt opgeslagen. Meer over PictoChart in volgende how-to's.